Mijn naam is Rudolf Koster. Voor de mensen die mij nog niet kennen, ik ben maatwerkontwikkelaar bij Tycon. In principe softwareontwikkelaar. Ik gebruik die technische kennis al heel erg lang om praktische implementaties te bouwen van projecten voor specifieke klanten. Maar inderdaad ook naast alle tooling die binnen Tycon zit, ook daar omheen tooling te ontwikkelen. Soms voor specifieke klanten, soms voor al onze gebruikers in het algemeen. Om dat ecosysteem inderdaad verder uit te bouwen, om meerwaarde te scheppen. Ik geniet heel erg van dat soort technische bouwprojecten. En vandaag wil ik even wat vertellen over een van mijn nieuwe passieprojectjes. Die denk ik heel erg waardevol gaat zijn voor iedereen. Pak even mijn presentatie erbij. Want in een zeldzame opwinding heb ik zelfs besloten om een PowerPoint presentatie te maken. Voor wie mij kent, dat gebeurt niet heel vaak. Python SDK voor Tycon. Iets minder hoe, iets meer doe. De reden dat ik dat als slogan had bedacht was eigenlijk het idee. Ik heb al vaker met klanten gezeten die proberen te leren hoe ze Tycon kunnen aanspreken zonder gebruik te maken van onze grafische client. De grafische client heeft nog steeds zeker zijn meerwaarde, maar er zijn gebruikers die willen ook kijken, kunnen ze onze software op een andere manier aansturen. Maar mijn ervaring daarbij was ook wel dat het soms even kon duren voordat mensen helemaal de manier van communiceren met de API helemaal goed in de hand hadden. Wat betekent dat de eerste stukjes uitleggen, de eerste stukjes mensen meekrijgen. Ging heel erg over hoe maak je nou eigenlijk die communicatie. Ik ben zelf ook bezig geweest met projecten voor klanten. Een van de dingen waar ik altijd op let op het moment dat ik met projecten bezig ben, is om te kijken wat zijn nou eigenlijk de dingen waar ik specifiek mee bezig ben voor specifieke organisaties, voor specifieke use cases, maar ook een klein beetje wat zijn de dingen die we daaruit kunnen leren over hoe we het gebruik van de API en het gebruik van die communicatie over de grote lijn ook beter kunnen maken. En in recente tijd zijn er een paar projecten langsgekomen waarvoor de taal Python gebruikt moest worden. En met de wetenschap dat Python een taal is die ook best wel veel wordt gebruikt onder onze klanten, had ik zelf ook wel heel erg op het oog dat ik daar sterk op wilde inzetten om daar wat functionaliteit van bij elkaar te trekken. Die gewoon over de brede linie mensen kunnen gaan helpen om makkelijker te communiceren met de API en met onze software. En daar is eigenlijk de Python SDK uit gedestilleerd. De Python SDK, het is eigenlijk gewoon een Python module. Je kan hem toevoegen aan je Python projecten. Je kan hem vervolgens importeren en daarna direct code aanroepen om te kunnen interacteren met de Tycon platform. Hij is nu algemeen beschikbaar op onze GitHub. Voor de mensen die nog niet wisten dat we een GitHub hadden, dat klopt. We hebben er ook nog niet zoveel mee gedaan in het verleden. Hopelijk gaat het veranderen. GitHub.com/Tycon hebben we de Python Tycon SDK. En voor de mensen die Git kennen, het is mogelijk om deze hele bak met code te downloaden als een zipbestand en er dan gebruik van te maken, maar bijvoorbeeld ook om het via het Git-protocol als repo aan te spreken. En dynamisch de code te laten downloaden en ook automatisch up-to-date te houden in je eigen projecten. Dus met dit systeem van beschikbaarheid, ik zie dat ik nog een spelfout erin heb staan zelfs, automation. Met deze opzet is de intentie dat mensen makkelijker aan deze voorbeeldcode kunnen komen, dat ze snel mee aan de slag kunnen, maar ook dat wanneer wijzigingen plaatsvinden of verbeteringen plaatsvinden, dat ze dan ook heel snel in hun eigen projecten kunnen integreren. Zodat men minder bezig is met het laten werken van de code en meer aandacht kan besteden aan wat ze nou eigenlijk inhoudelijk willen gaan doen. Opzet van de SDK is hopelijk relatief eenvoudig. Ik zeg er ook heel eerlijk bij, de ervaring moet misschien een beetje leren, maar we hebben een API. Het Tycon platform heeft een API. Die biedt een aantal functionaliteiten, een aantal mogelijkheden. Maar de software is natuurlijk complex. Wat ik heb gedaan is, ik heb een SDK gebouwd, een module gebouwd. Met één centraal
aanspreekobject. Een object wat je kan importeren en kan instantiëren in je eigen code. Waarin dan vervolgens een aantal omgevingen zitten, ieder representatief voor een bepaalde laag van onze API. We hebben bijvoorbeeld een base environment. Dat is eigenlijk de eerste stap de API in, wat je in onze client zou zien als het hoofdmenu. En binnen die omgeving stellen we dan beschikbaar een connector om de communicatie met de API te kunnen faciliteren. Dus gewoon een objectje wat voor jou klaar staat om alle communicatie te regelen. En wat ook op een leesbare manier alle data, maar ook eventuele foutmeldingen aan jou kan teruggeven. Er zit data in zo'n omgeving. Dus objecten om voor jou gereed te hebben. Zodat je heel makkelijk kan inrichten en heel makkelijk kan gebruiken. Bijvoorbeeld de verschillende events die je kan versturen naar de verschillende omgevingen. Dus dingen als het opstarten van een sessie, dingen als het aanmaken van een nieuw project. Al die dingen zijn nu eigenlijk kant-en-klare objectjes. Je hoeft niet meer te gokken naar wat de parameters zijn. Maar het staat gewoon voor je klaar. Je kan het direct aanroepen, direct gebruiken en het wordt voor je uitgevoerd. Maar ook dingen als hulpobjecten voor bijvoorbeeld gebruikersdata, sessiedata, domeindata. Al die dingen worden meer en meer handzaam. In plaats van dat je een beetje moet gokken wat de API van nature teruggeeft. Daarbovenop ligt vervolgens dan ook nog een laag met wat ik dan noem interactions. En dat is eigenlijk de voornaamste kracht van, of wat ik zie als de voornaamste kracht van de SDK. Het zijn high-level functies die eigenlijk alle interacties die je eventueel zou willen uitvoeren met de Tigon platform samenvoegen in simpele business logic termen. Dus voor iedereen die bijvoorbeeld ooit een keer heeft geprobeerd om een nieuw project aan te maken op basis van een template. Dat zijn, als je de API in zijn pure vorm zou moeten gebruiken, 3 events om een project op te starten. En dan vervolgens het project ook te saven. En te kijken, saved die dan succesvol? Of moet je een paar iteraties doorgaan om de juiste naam te gaan bedenken? Dat is eigenlijk best wel veel boilerplate code voor een relatief eenvoudige handeling. En in plaats daarvan gaat de SDK aanbieden waarvan die high-level business functions die het eigenlijk gewoon afvangen in 1 simpele aanroep. Je maakt deze call en de SDK neemt voor jou alle nodige stappen om ervoor te zorgen dat jij een nieuw project hebt wat gebaseerd is op een template wat je al reeds in je project hebt staan. Eigenlijk net zo eenvoudig als dat je dat ook in de grafische client zou doen. Er zijn meerdere omgevingen. In de SDK, de base-omgeving, dat gaat dus over gebruikers, domeinen, projecten, data. Maar het meest gebruikte deel van onze software en eigenlijk ook van de API, dat gaat eigenlijk om de interactie met de verschillende sessies. Of met data in sessies specifiek. Ook daar heb je eigenlijk weer dezelfde structuur. Je hebt een connector die alle data voor jou heen en weer schippert. Je hebt weer een laag met events, maar dit keer zijn het niet events die gaan om het aanmaken van gebruikers of het aanmaken van nieuwe projecten. Maar events die interacteren met de data die in een sessie zit. Dus bijvoorbeeld het toevoegen van areas of het instellen van die sun azimuth. Het laten doorrekenen van overlays en dat soort zaken. Data zijn ook bijvoorbeeld je items, dus alle verschillende datastukjes die je in je sessie hebt. Ook daar komen dus hulpobjectjes voor. Die het voor jou makkelijker maken om de data uit te lezen. Een concreet voorbeeld is, we hebben heel veel data waar bijvoorbeeld attributen aan vasthangen. En die attributen die worden vervolgens opgeslagen in 2 properties, namelijk de attributes en de maquette overrides. En je kan ze soms in de ene lijst vinden, soms in allebei, soms in alleen in de andere. En als gebruiker wil je eigenlijk zeggen, ik wil gewoon wat nu de acute waarde is van een bepaald attribuut. En het uitzoeken waar dat attribuut dan precies staat en wat daar dan de waarde van is. En of dan een enkele waarde is of een array. Dat is eigenlijk allemaal boilerplate code. Waar je als gebruiker alleen maar moeite mee hebt om dat van tevoren te gaan schrijven. En nu wordt dat ook gewoon netjes voor jou afgevangen. Staat de code klaar, kan je zeggen ik wil dat attribuut. SDK gaat dat allemaal voor je ophalen. En ook in de session omgeving kunnen we weer die high level business interactions maken. Bijvoorbeeld voor generate map, wat ook weer een sequentie is aan handelingen die uitgevoerd moet worden. Het instellen van een bepaalde grootte van het project, het instellen van de locatie van het project. Daarmee het generatiescript laten afvuren en de server die
doet vervolgens gewoon zijn ding. Maar daarna moet je wel ook wachten totdat het proces is afgerond. En dat blijkt ook in de praktijk een wat complexer taakje te zijn om uit te leggen en waar gewoon weer wat code bij komt kijken om dat allemaal in de gaten te houden. En de SDK die vangt dat nu weer gewoon af. Je hebt één functie, die spreek je aan. En wanneer de functie in zijn volledigheid is afgerond, dan weet je ook dat het volledige generatiescript succesvol is afgerond. Of je krijgt een exception. Dat kan natuurlijk ook. Dit is allemaal heel leuk in theorie. Maar hoe werkt dat dan in de praktijk? We hebben dus de code die staat op GitHub. Deze is vrijelijk te downloaden. Ik heb dat al reeds gedaan. Ik heb in een workspace mapje op mijn computer heb ik de Tigon SDK gedownload. Daar staat al mijn code, of daar staat alle standaardcode staat daar nu in. En ik heb een terminal openstaan die eigenlijk gemikt is op deze workspace. In deze workspace staat dus de Tigon SDK. En in de Tigon SDK zitten ook een aantal voorbeelden, een aantal implementaties die we out of the box al kunnen draaien. Als voorbeelden voor wat kan de SDK allemaal voor je betekenen en hoe je zou dat dan moeten aanroepen. Het bestaat in principe uit twee delen. Eén, we kunnen een aanroep doen. Dus ik kan bijvoorbeeld zeggen, ik wil van de examples, een van mijn basic examples draaien, namelijk die voor het starten van een project session. Als ik dat als code uitvoer, dan wordt er automatisch een voorbeeld gedraaid. Die neemt wat credentials, die staan in een apart bestandje, authenticeert met met het platform, kijkt vervolgens naar, bestaat het project wat ik probeer op te starten, demo heat stress, start dat vervolgens op, leest er wat informatie over uit, alleen maar wat voorbeeldinformatie om het principe te laten zien, maar daar hebben we bijvoorbeeld de lijst met de buurten die er in het demo heat stress project zitten, maar ook de lijst met de stakeholders die erin actief zijn. En daarna sluit hij de sessie weer netjes af en puur voor demonstratiedoeleinden doet hij daarna nog een aanroep om te kijken, kan hij er dan nog data uitkrijgen als de sessie leeg is? Dat is niet het geval, dan geeft hij netjes een foutmelding en een HTTP foutcode. Een eenvoudig voorbeeldje. Dat voorbeeld, dat is gewoon deel van de SDK. Dat staat ook in een mapje, Tigon SDK, Examples, Basics, Project Session. En dat is eigenlijk gewoon een voorbeeldbestandje, een scriptje, wat in stapjes afgelopen wordt en waarin al die aanroepen stapsgewijs te zien zijn. Dus er wordt een SDK-objectje aangemaakt. Dat is dus het entry point waarmee je al die communicatie kan uitvoeren. Er wordt authenticatie uitgevoerd met een gebruikersnaam en een wachtwoord. Daarna halen we het project op, starten we het op, joinen we het, lezen we wat informatie uit over de data die erin zit. En aan het einde sluiten we het hele proces weer af. Eenvoudige stapjes, zo veel mogelijk gegroepeerd naar echt de business stappen, de business logic stappen, die je als gebruiker probeert te bewerkstelligen. En de SDK neemt het zware werk op zich om alle individuele stapjes die je Tigon platform verwacht, om die voor jou uit te voeren. Wanneer jij zegt, ik wil dit doen, gaat de SDK alle noodzakelijke kleinere stapjes voor jou doen. Dat is een codevoorbeeldje voor project sessions. We hebben er ook eentje voor bijvoorbeeld even makkelijk het uitlezen van gebruikers en domeinen. Moet ik wel goed tikken natuurlijk. Wat was het ook alweer? Basic users en domains. Ook dat is een simpel codevoorbeeldje. Deze die print gewoon mijn gebruiker en mijn domein uit. Dus ik sta nu ingelogd als Rudolf Loh. Dat is er eentje. Dat is een account waar ik expres even wat lagere rechten voor mezelf heb ingesteld. Ik heb geen telefoonnummer ingesteld, dus je mag me niet bellen. En wanneer ik voor het laatst proper ben ingelogd. En wat gegevens over het domein waar ik dan bij hoor. Laatste leuk voorbeeldje wat erin zit. Dat is de template runner. Daar ga ik zo meteen nog wat meer over vertellen over wat de achtergrond daarvan is. Maar het idee daarvan is, we hebben ook wel vragen over automatisering gekregen. Dus hoe kun je automatisch projecten laten doorrekenen. En de template runner is een stukje code, ook een voorbeeldje, wat al direct klaar staat in de SDK. Die je kan uitvoeren. Die dan automatisch voor jou een project kan laten opstarten, kan laten doorrekenen, ook resultaten kan laten exporteren. En door er wat settings tegenaan te gooien, kan je zeggen welk project je wil doen, hoe je hem wil laten doorrekenen, welke data je er eventueel nog aan wil toevoegen, et cetera. Ook daarvoor is dus een voorbeeldje beschikbaar, die dan in dan laat zien. Ik laat hem lekker even op de achtergrond draaien, hij is nu bezig met het genereren van een nieuwe kaart.
Nou, codevoorbeeldjes, die heb ik laten zien. Dus alle code waar de SDK uit bestaat, die is ook open, is inzichtelijk. Als in, er zitten geen gesloten bestanden tussen, er zitten geen binaries tussen. Het is allemaal gewoon open code, open source. Je mag het allemaal inzien. Je mag het zelfs aanpassen als je dat heel graag wil. We hadden natuurlijk wel een canonical versie bij van de SDK, maar alles is in te zien. Je kan precies zien hoe het werkt. Er zitten voorbeelden bij waarmee je kan zien welke stap je precies kan ondernemen en wat het dan voor effecten heeft. En de SDK kan je importeren in je eigen project om daar dan vervolgens ook weer op door te bouwen. Het leuke van de SDK is ook, wat ik er ook aan toevoeg, dat zijn een aantal praktische implementaties die ook echt al werken bij Tigle. We hebben bijvoorbeeld ook online staan een aantal van onze triggers. Triggers zijn een relatief nieuwe functionaliteit, niet van deze release, al van een eerdere release. Waarmee het mogelijk is om vanuit het platform een extern script aan te laten roepen om bepaalde taken voor jou uit te laten voeren. We hebben een klein platformpje online staan met een paar van die triggers algemeen aangeboden. Die je al kan gebruiken in je eigen projecten en die dan bijvoorbeeld taken voor jou kunnen uitvoeren. Ik heb er bijvoorbeeld eentje waarmee we een sewer area kunnen laten genereren. Wanneer je een nieuw project aanmaakt op basis van een template. Nou, heel eenvoudig triggertje. Maar de implementaties die ik heb geschreven voor die triggers in Python zijn vervolgens ook weer deel van de SDK. Dus je kan die triggers kan je zelf ook gebruiken. Je kan erop doorbouwen. En je kan ook inzien hoe ze precies zijn opgebouwd. Ook weer als codevoorbeelden. Dus we verbergen in dat opzicht verbergen we eigenlijk niks. Alles wat we met die SDK kunnen en met die SDK doen, kunnen we via deze route ook weer aan onze gebruikers aanbieden. Dat biedt meer inzicht, meer voorbeelden voor hoe je het effectief kan gebruiken. SDK is ook al in de praktijk toegepast. Ook al presenteren we hem nu pas echt publiekelijk. Er zijn al een aantal situaties waarbij die zijn gebruikt. Het meest grote voorbeeld die ik erbij kan aanhalen, dat is het project voor projectautomatisering voor het waterschap wegstromen. We hebben een community of practice gehad waarbij ik ook even heb gesproken over dat project. Maar het komt erop neer. Het waterschap wegstromen wilde dijknormeringen uitvoeren en moesten daarvoor meer dan 3000 projecten, meer dan 3000 situaties laten doorrekenen. Om daar een goede tooling voor te bouwen, is de SDK gebruikt als zijnde het platform om te interacteren met Tigle. En zijn daaromheen 3 scripts gebouwd die via de SDK al die interacties uitvoeren. En dat betekent eigenlijk dat die scripts bestaat dan alleen maar uit de business logic. De stappen die het waterschap daadwerkelijk wilde uitvoeren. En al het zware teelwerk werd dus gedaan door de Tigle SDK. En het heeft ertoe geleid dat we nu al een behoorlijke tijd eigenlijk die berekeningen kunnen laten draaien. Er zijn al heel veel berekeningen mee uitgevoerd. Er zijn al resultaten van bekeken. Er zijn uitbreidingen mee gemaakt. En die tooling die kan gewoon volautomatisch hele rekencycli uitvoeren. Heel veel projecten aanmaken en verwijderen. En zelfs rekening houden met de licentieruimte. Zodat het draaien van een script niet betekent dat gebruikers vervolgens ook nog helemaal vastlopen. Andere organisaties hebben er ook al gebruik van gemaakt. Er was één project. Ik weet niet zeker of ik de naam van het project of de organisatie mag noemen. Dus ik heb het even wat vaag gehouden. Maar er was een organisatie die heeft op basis van de SDK of een voorloper daarvan een eigen trigger gemaakt om verkeersintensiteiten te berekenen aan de hand van aanpassingen die we in de wereld hebben gemaakt. Dat was deel van een bredere demo waarin dit een belangrijke tussenstap was, maar ze wilden zich baseren op externe data. Dus ze moesten iets hebben om, ze moesten een eigen applicatietje, een eigen scriptje moesten ze hebben. En door de SDK hebben ze minder tijd hoeven te besteden aan hoe communiceren we dan met en terug aan Tigle. Hebben ze meer focus kunnen leggen op wat ze nou eigenlijk daadwerkelijk wilden berekenen. En verder, we hebben de SDK ook al toegepast bij ontwikkelingen intern bij Tigle. Wat ik eigenlijk net al noemde, de triggers die we online beschikbaar hebben. De SDK wordt dus ook gebruikt voor de triggers die we publiekelijk beschikbaar hebben. We hebben het ook al voor een aantal interne projecten gebruikt om echt bijvoorbeeld grootschalig ook bepaalde projecten door te rekenen.
Maar ook om bijvoorbeeld al wat prototyping en wat experimenten te kunnen draaien. En dat sneller te kunnen doen zonder dat we weer opnieuw het wiel aan het uitvinden zijn. En een van de dingen waar ik bijvoorbeeld ook mee bezig ben geweest, dat is experimenteren met FME. En FME is ook een hele krachtige toolkit en kan al heel erg veel communicatie met Tycoon out of the box doen. Maar er zijn gewoon nog een paar nuances die in FME wat lastiger zijn. Zoals het precies samenstellen van de exacte juiste URL om met Tycoon te kunnen communiceren. Of het gereed maken van data om dat vervolgens als een importactie weer naar Tycoon toe te sturen. Maar door de Python SDK daarbij te gebruiken worden eigenlijk die handelingen enorm triviaal. Kan je gewoon zeggen dit is mijn set aan features. En de SDK die bouwt dat automatisch om naar datgene wat het Tycoon platform als input verwacht. En dan kan je dus meer tijd besteden aan wat wil je precies doen, wat wil je precies pipelinen in FME. En aan het einde van de rit gewoon zeggen, dan mag de SDK mag de rest oplossen en die mag het vervolgens naar Tycoon toesturen. Leuk van deze ontwikkelingen is dan dus ook elke keer dat we het gebruiken, elke keer dat wij het gebruiken en elke keer dat bij klanten wordt gebruikt die ons feedback kunnen geven. Ontwikkelingen en verbeteringen komen dan vervolgens weer terug in de SDK. Dus die basis aan hulpcode, die basis aan interacties en functies en business logic, die wordt groter en groter en groter. Dat betekent dat die ook steeds meer flexibel wordt, steeds meer krachtig wordt. En dat de meerwaarde in de loop der tijd dus alleen maar gaat groeien voor onze gebruikers. En door hem ook op deze manier aan te bieden, hopen we ook dat de integratie met externe projecten, dus het erbij krijgen van die krachtige functionaliteiten, dat dat ook een stuk makkelijker wordt. Ja, de voorbeeldjes. Ik had ze al eventjes genoemd, maar ik heb dus bijvoorbeeld geëxperimenteerd met FME. Met FME heb ik dan een eigen pipeline gemaakt die rastergegevens uitleest. En daar een paar features, een paar areas mee genereert en dat toevoegt aan het platform. Om dat mogelijk te maken heb ik een paar eigen transformers gemaakt die in zo'n FME workspace bestaan. En die transformers, waar nodig, steunen die op de SDK. Bijvoorbeeld om een specifieke URL samen te stellen. Want al dat tailwerk, dat zit er al in ingebouwd. Dus waarom zou je daar geen gebruik van maken? De FME voorbeelden die zullen ook publiekelijk gedeeld gaan worden. Er komt nog een blogpost aan over het gebruik van de Python SDK. En daar zal dit ook als voorbeeldbestand erbij zitten. Dus dan kun je er zelf ook mee experimenteren. Kijken wat erin zit en daar eventueel op doorbouwen. Ons werk met het waterschap wegstromen. Nou, daar heb ik nu al over verteld. Daar heb ik bij de COP ook al over verteld. Het is gewoon een heel krachtig voorbeeld. De SDK doet alle interacties met de Tycoon platform. En de scripts die er vervolgens specifiek voor vegstromen waren ontwikkeld, die voeren dan de business logic interacties uit. Dus die doen echt de stappen wat je als gebruiker zou willen of verwachten. Deze scripts die gaan ook algemeen beschikbaar komen. Die zullen ook als deel worden van de blog die nog aankomt. En we zijn momenteel ook bezig met een ontwikkeling om ze als herbruikbare onderdelen weer terug te integreren in de SDK. Dus dat het niet losstaande scripts zijn, maar dat het echt onderdeeltjes zijn, objectjes zijn, modules zijn, deel van de SDK, die je vervolgens zelf ook weer heel makkelijk kan gebruiken in je eigen automatisering. Dus dan is het, dan kan je als gebruiker niet alleen een script aanzetten, maar zou je vervolgens ook automatisch een dergelijk script aan kunnen zetten. En op die manier hopen we die pipeline meer en meer te automatiseren en meer en meer flexibel te maken voor al andere cases die er eventueel nog op ons afkomen. Ja, het coole, Rudolf, in aanvulling hierop, dus vechtstromen heeft dan een bepaald script nodig en die deelt dat dan weer met de rest van de community, dus die is her te gebruiken. Dus als je, dit komt op een aantal lagen terug, dus we hebben net ook die geoshare gezien en dan zien we de indicatoren van de provincie Utrecht. Nou, dat zijn eigenlijk in Tycoon rekenmodelletjes, die indicatoren die onderling worden gedeeld. Dit zijn externe scripts die Tycoon aansturen, die tussen gebruikers weer worden gedeeld. Ik weet dat er verschillende gemeentes bezig zijn om eigenlijk hun vanuit hun eigen data geautomatiseerd Tycoon aan te sturen en dan via FME. En dat soort scriptjes ook weer onderling te delen met elkaar. Dus dat
ja, eigenlijk het gebruik ervan ook steeds makkelijker wordt en schaalbaarder. Dus de uren die in het inrichten zitten van Tigon, die worden daarmee gereduceerd. En de kennis wordt gedeeld onderling. Dus we zijn hier zelf heel enthousiast over. En ook de bereidheid waarmee men. De bereidheid die men heeft om dit soort intelligentie met elkaar te delen, dat gaat heel veel toevoegen op termijn. Ga je gang, Rudolf. Ja. Ik vond het prettig om nog even. Dat is inderdaad een hele goede toevoeging. En het is ook inderdaad iets wat ik heel erg voor ogen heb. Dat als men op basis hiervan dingen gaat bouwen en dat vervolgens ook weer terugdeelt. Dat gaat het ecosysteem alleen maar verder en verder verrijken. En dat is zeker een van onze ambities, ook over gewoon de brede linie. Ik wil erbij aangeven, wel als sluitertje, de SDK, hij is nu beschikbaar. Hij is nog in ontwikkeling. Dat zeg ik gewoon heel eerlijk. Hij is niet compleet. En ik weet niet of dat er ooit zoiets is als compleet. Software blijft natuurlijk altijd in ontwikkeling. Bovendien, naarmate ik en klant, andere gebruikers projecten blijven uitvoeren hiermee, zal er meer kennis en meer kunde in het pakket geïntegreerd kunnen worden. Maar we hebben natuurlijk ook nog steeds onze kernsoftware die blijft doorontwikkelen en waar nieuwe functionaliteiten aan toegevoegd worden. Neem bijvoorbeeld inderdaad dingen zoals de GeoShare die nu uitgebreider zijn, waar meer informatie, meer data in te vinden is. Dat betekent dat de SDK daar ook in moet meebewegen en ook die functies beschikbaar moet gaan maken als gebruikvriendelijke aanroepen naar gebruikers toe. Dus dat blijft ook ontwikkelen, dat moet ook blijven ontwikkelen. Het is nu nog in een vroeg stadium, maar we willen wel heel erg graag dat gebruikers hiermee aan de slag gaan. In ieder geval om te experimenteren, vooral ook om te kijken of dat er ontwikkelaars zijn die hier kansen mee zien en hierdoor zich meer geïnspireerd voelen om ook met Tigon aan de slag te gaan. Maar ook voor klanten die er eventueel nu nog niet bij zitten, maar die ons nog, gebruikers van Tigon die ons in de toekomst nog staan te wachten, dat ze hiermee ook sneller aan de slag kunnen en dus sneller bezig zijn met wat ze precies willen doen met Tigon. In plaats van dat ze nog een grote slag hebben met uitzoeken hoe ze het precies moeten doen. Omdat ze kunnen voortbouwen op de kennis die we nu al hebben opgedaan. De techniek die we nu hebben opgebouwd. En daarmee verder eigenlijk harder kunnen werken aan de mooie dingen die daar bovenop gezet kunnen worden. Dankjewel, Rudolf. En uiteraard de voorbeelden die Rudolf laat zien, dat zijn voorbeelden die die open zijn. Maar er zijn ook een heel aantal voorbeelden waar het zowel om indicatoren als om externe applicaties gemaakt op Tigon die niet open zijn. En die, ik weet bijvoorbeeld dat Aveco de Bond heeft een schil om Tigon gemaakt waarmee je de watertoets heel makkelijk kan uitvoeren. En ja, die wordt gebruikt door waterschappen. En dan is het eigenlijk een beheerd en onderhouden schil om Tigon heen door Aveco de Bond. Waar ook weer een vergoeding tegenover staat voor het gebruik daarvan. Dus we laten nu de open applicatie zien, maar dat hoeft niet. Er kunnen ook intelligenties omheen worden gemaakt die beheerd en onderhouden worden. Die een economische waarde vergen om dat te blijven doen. Dus er komen ook licentiemodellen rondom het Tigon platform. Len, ben jij online? Ik weet dat jij erg veel werkt met FME en Tigon. Heb jij aanvullingen op het verhaal van Rudolf? Volgens mij was die voor mij. Ik zat ook heel even over wat jullie zeiden net wat te bespreken. Maar sowieso heel blij met de Software Development Kit. We hebben voorheen zelf inderdaad heel veel via Python gedaan. En de API vanuit Tigon. En we zijn zelf meer het switch gaan maken juist richting FME.
omdat hij ook het stukje delen heel goed erin heeft. En ik had Rudolf al een keertje gesproken over de Python variant die hij had laten zien, maar ik ben heel blij om te zien dat er nu ook aan de FME kant een blokje voor zit. We hebben daar zelf al heel wat generieke stukken voor staan, maar ik ben benieuwd of deze weg misschien ook op de langere termijn handiger is, om ook voor ons die blokjes sneller naar de business intelligence te gaan, om het zo maar te noemen, ten opzichte van de zorgen dat de configuratie goed staat en je aan de slag kan. Dus jullie werken ook veel met FME en Tygon? En dat werkt goed? Ja, erg veel. En FME server. De grote kunst die daaraan vastzit is dat je ook makkelijke toeltjes kunt delen met mensen die geen FME kennen of geen Python kennen, maar wel de functionaliteit uiteindelijk nodig hebt. En die kun je dan terugbrengen tot het knopjes, vul hetgeen in wat je gaat doen en druk op run. En dat is een veel grotere doelgroep dan de mensen die ook met Python kunnen werken en de juiste libraries en dingen hebben. Of die specifiek met FME kunnen werken. Ja. Hey Len, we hadden al een tijdje lang een SDK, maar in Java. Hebben jullie die ooit gebruikt? Nee, helaas niet. Zelf niet. Kort nagekeken, maar er waren onvoldoende mensen binnen de organisatie zelf. Dus we hebben wel een IT-afdeling waar die ervaring wel veel zit. Maar binnen de afdeling en de teams zelf was het vrij veel Python. Kleine groep R die het een en ander deed en een behoorlijke groep FME. Nou ja, dat is een groep die in de praktijk er veel meer mee doet bij ons. Ja. Oké, nou Rudolf, dank je wel. Rudolf was ook echt een voorvechter dat dit er zou komen. Die heeft er heel hard aan gewerkt dat het er zou komen. En die zal zich hard maken ook in de toekomst dat dit er blijft en beter wordt.